De erkenning van het Gronings als streektaal is voorlopig van de baan. De Tweede Kamer verwierp vanmiddag onverwacht een motie daarover. En die motie moest ervoor zorgen dat het Neder-Saksisch, waar het Gronings onder valt, die erkenning wel zou krijgen. Simon Reker, hoogleraar Gronings, welkom. Er wordt al heel lang gestreden om die erkenning. Waarom lukt het vanuit de politiek nou niet? Nou, die erkenning is er wel, alleen hij is van een zachte, softe soort erkenning onder Daltwij. En heel lang geleden, door de eerste erkenning er kwam, is er voortbeloofd, Daldrij komt er ook, ken jaar duren. Nou, dat ene jaar, waar ik wel hou lang, dat was al in 2090, dat is dus heel lang duurd. En ik dacht eigenlijk dat het al verloren was. Verloren vind ik dat toch een klein beetje. Maar op eens dook verleden week de mogelijkheid op. En nou ja, mensen werden enthousiast. En ik dacht, nou, misschien lukt het dan toch nog, die erkenning onder Daldrij, net als het Vrijs, maar dan weer op een wat lichtere manier. Ja. Maar blijkbaar, ineens, de minister die heeft zijn zin gekregen, maar die wordt ja niet. En ineens was het van toven. En waarom lukt dat maar niet? Nou, ik denk dat er een aantal redenen voor zijn. Om te beginnen, ben er natuurlijk weinig Kommerleden uit dit gebied. Ja, er komt meer uit Westen dan hier. En wat zal een uit Amsterdam om het Drents of het Twents of wat ik veel. Het is natuurlijk ook geen onderwerp waar je half veel succes met scoren. Tenminste, dat kan ik me goed voorstellen. Ik moet eerlijk zeggen, het debat heb ik verleden week gevolgd, gewoon op televisie. En ik vond dat niet een hoogtepunt door de parlementaire geschiedenis. Nee. Als een van de SP plotseling zegt, het Brabants moet ook. Terwijl uit alle definities blijkt dat Brabants de niet ondervallen kan. Dan, ja, dat doet dat eigenlijk een beetje zeer. Maar er is natuurlijk niks verloren. De erkenning van gisteren is net zo als de erkenning van nou. We hadden hoop dat het meer werd. Nou ja, en als mensen zeggen dat het echt sneu en schade is, dan moet je er niet bij deel zitten gewoon. Nee. En dan moet je zeggen, nou recht. En waarom is het zo belangrijk? Ik vind het vooral psychologisch. Natuurlijk heeft het ook wel uiteindelijk met geld te maken. Maar voor mij is dat echt vest wij of draai of fire. Psychologie, dat vind ik het echt belangrijkste. Dat de overheid zegt, schoomt je night voor je tol. Proot dat gewoon met je kinderen. Wie zorgt er ook wel voor dat er op school wat aandacht aan besteed wordt. Wees niet benauwd. Denk niet dat kinderen alle tolen leren kunnen behalve je toestol. Ik denk dat dat prima is. En haal goud zelf voor mensen. Wat is er plezieriger als dat je als kleinkind met opa en oma gewoon proten kan. Direct. Niks op ding. En dan kun je al gauw Nederlands taal. Ja, ik proot nou geen Nederlands, maar ook, ik kijk ook wel Nederlands proot. Ja. Meertoligheid is gewoon een rijkdom. En de aanhouder zal winnen, toch? Het is wat de politiek wil. Wie met een kander. Als wie met een kander zegt, het mout, dan duurt misschien nog een paar jaar, maar dan gaat de deur. Maar ook bij twee kennen we al wat. Simon Reker, dankjewel.